Sigrid Kaag, de VN-diplomaat die met Assad onderhandelde over chemische wapens in Syrië, maakte een carrière-switch naar Nederland. Ze werd hier minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Door haar partij werd ze naar voren geschoven als lijsttrekker. Haar partij leek zekerder van haar kwaliteiten dan zij van zichzelf. En dat merkten we. Ze kwam niet goed uit haar woorden in interviews. Ze leek onzeker en afhankelijk van de partij en haar politieke en persoonlijke assistenten. De onzekere Kaag die we daar zagen, zien we nu niet meer. Ze lijkt zichzelf te hebben gevonden. Ze gebruikt haar eigen woorden en haar verhaal. Haar verhaal is dromen. Keuzes durven maken. Leiderschap. Nieuw leiderschap. In keurige, maar toch vrij simpele taal beschrijft ze haar verhaal. Op gecontroleerde wijze. Op tempo. Helder en duidelijk. Af en toe gooit ze er een spreekwoord in. De studenten die tussen wal en schip zijn gevallen. Stel je hebt geleend en nu komt er een nieuw systeem hopelijk. Ze gebruikt ook veel opsommingen om haar punt te laten overkomen. Ik ben mens, zeg ik altijd. Ik ben moeder, ik heb 4 kinderen en ik heb 30 jaar ervaring ook op het wereldtoneel. Daarmee laat ze zien dat er duidelijk over na is gedacht. Dat ze kennis van zaken heeft. Als het duidelijk is dat een verhaal nog niet af is, is het moeilijk om het te onderbreken. Al helemaal als Kaag adem neemt na het verkondigen dat er straks het tweede of derde punt komt. Wat ze heel bewust doet. Als je haar dan toch onderbreekt, dan zegt ze, ik maak hem even af. Het nieuwe slagzinnetje van Politiek Den Haag. Na mijn interview met Kaag voelde ik me vreemd. Ik wist niet zo goed wat er nou gebeurd was. Maar ze had duidelijk de controle overgenomen. Maar hoe was ik die dan überhaupt verloren? Ik wist het niet. Het was niet op een harde, agressieve of dominante manier. Nee, het was heel subtiel. Het was de diplomaat in haar. Zij straks haar ervaring als stevige onderhandelaar kan gebruiken bij de regeringsonderhandelingen, lijkt zeker. Maar die onderhandelingen zal ze niet leiden. Vooralsnog is er namelijk geen Kaag-effect. Ook al weet Kaag de prijs van melk en draagt ze sneakers, het verhaal dat er met D66-beleid gelijke kansen zijn voor zowel de dochter van de bakker als voor de zoon van de bankier, slaat niet aan. Zeker niet bij de bakker. Het verhaal en de verwoede pogingen om volks erover te komen, slaat niet aan. Te vergeefs probeert ze zich als gewone moeder neer te zetten, met regelmatige referenties naar haar kinderen. Van het tikkie voor haar zoon schoolboeken naar de achternaam van al haar kinderen. Ze weet het elitaire afstandelijke imago niet af te schudden. Het leek lang de vraag of Kaag als onervaren politica wel opgewassen was tegen de Haagse rotten zoals Rutte en Wilders. Ze lijkt nu toch tegen beide redelijk op te kunnen boksen en met haar stevige toon en dominante positie in het RTL-debat werd ze als meest overtuigend ervaren. Maar in de algehele campagne valt ze weg. Tussen Wilders' creatieve gepraat en Rutte's joviale karakter. Tussen het Haagse zwart en wit valt ze weg als een pastelkleur.